voorstelling was meer, ja, het echte kantoor. Bij een kantoor dacht ik meer dingen die je ziet op tv. Iedereen een apart hockey en met je headsetje op en voor de rest geen contact. Het is heel anders, het is heel open. Geen muur voor de rest. Je hebt heel veel contact met je collega's. En dat was, ja, dat was een meevaller, heel erg. Je ziet het nooit. Ja, je ziet wel een keer een reisbureau ergens in een winkelcentrum, maar je ziet nooit een zakenreisbureau. Dat vond ik iets, ja, iets mysterieus. Mijn eerste stage was bij het MBT, toeristenbureau in New York. Dit is dan mijn tweede stage waar ik dan net 2 weken mee ben begonnen. Het is constant, is het weer iets nieuws. Andere steden, andere hotels, andere verbindingen. Heel erg afwisselend. Bij ATP ben ik nu geplaatst op de afdeling Government Travel. Alle reizen van de overheid, ministeries en het Koninklijk Huis. En dan zie je wel eens een naam van, dat heb ik op tv gezien en dat is wel grappig. Op dit moment zit ik op de afdeling van de vluchten. Ervoor zorgen dat ministers op reis gaan. Dat soort dingen, opbellen naar airlines, beschikbaarheden, vliegtuigen. Het inboeken van vluchten, het afhandelen van problemen als er iets is met de vluchten. Oké, en de airline? Die minister gaat van Amsterdam naar Bangkok om daar een week te zitten, dan een week naar Hongkong. Om dan even terug te gaan via Barcelona. Dat zijn aardige reizen, maar niemand denkt aan degene die reizen heeft gemaakt en hoeveel moeite dat wel niet kost. Er schuilt heel veel achter en dat is nog altijd het mysterieuze, want je boekt nu een vliegtuig naar plaatsen waar je zelf nooit bent geweest. Je ziet die klant nooit, je hebt alleen maar telefonisch contact. Maar dankzij jou gaat hij wel op dat vliegtuig dat dan maar net daar staat in een ander land. En dat blijft erg leuk.